Ik ben Edwin Jansen, ik ben rijtherapeut-oncoloog en ik ben sinds 1994 verbonden aan dit ziekenhuis. Een rijtherapeut-oncoloog houdt zich bezig met de bestralingsbehandeling bij patiënten met kanker in samenspraak met chirurgen en internist-oncologen. Dit is een mooie combinatie van heel veel technologie, maar toch een patiëntencategorie die heel zwaar is. Het belangrijkste natuurlijk van mijn werk is om precies af te grenzen waar de tumor en de eventuele uitzaaiingen zitten. En om daar zo'n compact mogelijk bestralingsplan bij te bedenken, zodat er zo min mogelijk bijwerkingen zijn. Dan zou ik graag met jullie een volgende patiënt willen bespreken. Voor mij is de samenwerking een van de leukste dingen van het vak. Omdat of je nu 3 jaar ervaring hebt of bijna 30 jaar ervaring, dat je nog steeds van elkaar kan leren en dat je nog steeds inzichten van bepaalde specialisten of deskundigen krijgen waar je tot aan die tijd helemaal niet over gedacht had. Dat is nog steeds voor mij een van de interessantste delen van het vak. We zien heel vaak dat patiënten bij ons komen voor een tweede mening. Dan zijn ze elders al heel ver in een traject gekomen. In die fase vind ik het belangrijkste dat we eerlijk zijn naar de patiënt toe. Dat we het niet mooier maken dan het is. Dat we zeggen, dit en dit is aan de hand. We gaan het sowieso aanpakken en dit kunt u verwachten. Als ik terugkijk in mijn carrière, zie ik dat ik nu patiënten behandel die ik in de start van mijn carrière absoluut niet kon behandelen. En er zitten categorieën patiënten bij die nu in leven blijven en die in de begintijd van mijn arbeidszame leven absoluut geen kans hadden. En dat is natuurlijk heel inspirerend. De drive om hiermee door te gaan is het moment bereiken dat we iedereen kunnen genezen.